Mijn gevoel zegt... Uit dat op dat doek, alsjeblieft. Ik mis een ondergrondkleur. Ja, jij mist kleur in je leven. Ja, oké. Welkom, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Nieuwsgierig. Yes. Ik ben Martijn. En ik ben Joost. En vandaag hebben we weer een nieuwsgierige vraag. Ja, het is... Joost, vertel. Wat hebben wij vandaag weer voor iets leuks in petto? Nou, wij dachten... Tenminste, je ziet kunst wel eens. En dan denk je, kunnen wij dit niet ook maken? En is het nou echt zo'n meesterwerk dat ze zeggen? Dus oftewel, wij gaan ons eigen schilderij maken. Wat gaan we dan doen? Dan hebben wij een kenner die komt langs. Een echte expert, ja. En dan zijn wij heel benieuwd of hij iets in ons kunstwerk ziet. En als hij dat wel ziet, dan is het dus eigenlijk precies wat we denken. Dat mensen maar gewoon wat doen. Ja, kunnen wij een expert overtuigen dat wij echt kunsttalenten zijn? Ja. Het nieuwe talent. De volgende generatie. Experiment 9B. Kan je doen dat over slechte kunst hebben? Kijk eens, goedemiddag. Dag. Johannes. Hoi. Ik kan je alvast verklappen, dit ga ik nooit leren. Dit? Nee, dit gaat mij ook niet lukken. Ik denk dat mijn kracht vooral in de abstracte kunst zit. Ik denk dat we het ook daarin moeten zoeken. Gewoon 3 strepen papier. Ja, maar kijk even wat ik daarmee bedoel. Nou ja, kunst is natuurlijk behoorlijk relatief begrip. Iedereen heeft een andere smaak. En iets wat gemaakt is met de bedoeling om de geest en de zintuigen te beroeren, zeg maar, dat is snel kunst. Dus je moet zo meteen je gevoel erin leggen. Nou, die 3 strepen, die moet je echt... Die moet iets over jou vertellen. Hoeveel wil jij minimaal ophalen? Dat ze minimaal wel 1000 euro voor mijn kunst zouden willen uitgeven. 1000 euro? Ja, dan vind ik het een geslaagd. Flinke uitdaging. Ik denk dat dit ons natuurlijk never nooit gaat lukken. We hebben ook niet zo heel erg veel de tijd. Ik denk dat we ook maar gewoon moeten gaan voor de 3 strepen en een heel sterk verhaal. Ja. Maar er moet ook een verhaal, dat is belangrijk. Ja, 3 strepen zonder verhaal gaat niemand kopen natuurlijk. Gaat er geen 1000 euro voor neerleggen. Maar wat was jouw boodschap? Ja, live your life to the fullest, man. Live, laugh, love. Daar zit echt alles in. Ja. Is ik gok iets met een hartje? Ja, en een lachenbekkie. Ja. Nou ja, het begint altijd met een wit canvas, hè? Zo is het. Oh, kijk eens, dit noem je een ezel. Klopt dat? Even de verificatie. Ja, hé. Is wit niet een beetje saai? Moet er niet eerst een ondergrondkleur, ja. Nou ja, als jouw emotie en gevoel dat jou weergeeft... Mijn gevoel zegt... Uit dat op dat doek, alsjeblieft. Ik mis een ondergrondkleur. Ja, jij mist kleur in je leven. Ja, oké. Okay. Hey, productie, we hebben verfspullen nodig. Oké, is goed. En hier komt al mijn eerste... Wit op wit is al heel goed. Meesterzet. Wit op wit. White on white, my mate. Ja. Wat ben je nou aan het doen, Joost? Een ondergrond, Martijn. En de ondergrond is wit. Maar nu is het wit met een bepaalde structuur. En jij hebt een hele duistere kant in jezelf naar boven gehaald. Nee, dit wordt gewoon een donkere achtergrond. Ja. Ik moet je zeggen, er breekt ook bij mij een duistere periode aan. Oh, nee! Oh, my mate. What happened to your happy thoughts? Yep. Joost. They're gone. Out the window. Af. Sick! Wat is dat mee aan het doen, Joost? Ik heb ooit een gebroken hart gehad, joh. Nee, ja, ik heb een idee. Martijn, nee, ik heb een idee. Ik ga het je ook nu gewoon vertellen. Okay. Hier komt op de zonnigheid, de love. De love, hè, van liefde. Maar uiteindelijk, net zoals in het leven, wil je soms met een schone lei beginnen. Een schoon doek. Dus hier overheen komt gewoon een witte laag. Hey, en dan noem ik het de schone lei. Zal ik mijn kunst even uitleggen? Ik ga hier, let op. I'm komt... blue, dabba dee, dabba die. Zo, dit zijn tranen, het regent. Wat je doet, Joost, doet je ogen dicht. Je gaat naar je puurste vorm van zijn. Een splash. Haal even goed aan.
nee. Dit is een strontkleur. Je hebt het verneukt. Dat voel jij ook. Het was net mooier. Dat gevoel heb ik ook bij die van jou. We zijn natuurlijk iets aan het testen. Ja. Hoe gaan we dit zo goed mogelijk... Nou, ik vind oprecht mijn verhaal niet eens zo heel slecht. Nee. Want je gaat zien zometeen, een echte schone lijn bestaat niet. Je kan wel een schone lijn neerleggen, maar daaronder zit altijd een verhaal dat gelaagd is. Voel je hem? Ja. Ik bedoel, onze professional knikt ook mee, hè? Die zegt, nou, had ik zelf kunnen bedenken. Ik hoor het. Ja, die baalt. Oké, wat is jouw advies? Ga ik het nu nog kutter maken of moet ik het zo houden? Nee, dat kan niet. Kan niet nog kutter? Komt er iemand die heeft er verstand van. Ja, echt verstand. Echt verstand, hè? Van. Ja, ja. En dan gaan we gewoon vragen wat hij vindt, wat ons... Dat is gewoon een mannetje die koopt echt kunst op. Dus die geeft serieus bedragen uit aan nieuw talent, aan bestaande meesters, whatever. Ja. En wij gaan kijken wat hij over heeft voor het nieuwe talent. Ja, laten we even zo mooi presenteren ergens in de hal en dan ontvangen we hem dan. Kijken of hij hier geld voor over heeft. Het zou toch leuk zijn als we nog een paar euro gaan overhouden. Zo is dat. Daarom. Kijk eens, goeiedag. Goedendag, Harold. Goedendag. De expert. U bent de kunstkenner. Aangenaam, ik ben Joost. Harold, hoi. Fijn dat je er kon zijn. Ik zou zeggen, laten we gewoon gelijk in het diepe duiken. Ja. We hebben hier twee kunstwerken hangen. Ja, de vraag die wij aan u hebben is, neem even een kijkje. Ik ben uiteraard heel erg benieuwd. Wat u erbij voelt? Ik zou ze beide niet willen hebben. Dus okay, ik moet zeggen dat het een beetje pijn doet, maar ik snap het ook weer wel. Wat ziet u in de schilderijen? Welke emoties, wat probeert de kunstenaar hier te vertellen? Ja, ja. In dat wit zie ik eigenlijk iets met een ruit en, ja, en dat voel ik ook. De diffusiteit heeft dat voor mij te maken. Ja, maar een ruit waar je niet doorheen komt. Ja, ja, waar je, ja, een oppervlakkige, ja, waar je even schoon wilt poetsen. Een ruit waar je niet doorheen kan kijken. Ja, 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 ja. Het idee is dat wij, iedereen, heeft natuurlijk een verhaal, een verleden. En willen ze af en toe met de schone lei beginnen. Maar goed, je ziet dat onder de schone lei zit van alles nog. Dus wat de echte schone lei bestaat niet. En dat komt hier weer naar voren. En nu is mijn kunstwerk af. Zou je het nu nemen? Wat ziet u in het zwart schilderij? Nou, nu in vergelijking met het witte schilderij, met die kras, is het witte schilderij, zit veel meer emotie is daarin gekomen. Dus dat heb je echt ingebracht. Ja, dat heb je er echt ingebracht. Dat zwarte, donkere is meer signeel als een situatie, als een plek. Het is eigenlijk een hele woke manier van kunst. Ja. Het gaat helemaal naar de puurste vorm van zijn. Moment van geboorte, moment van dood, niet denken, bestaan. En dan vanuit die gedachte je arm het werk laten doen. Maar dan zie je toch wel dat als je dan echt naar het diepste jij gaat, wie jij echt bent, wordt het echt heel duister. Dat je echt ziet dat jij ook wel vrij motorisch gestoord bent dan als je je arm zijn werk laat gaan. Ja, ik vind het niet motorisch gestoord hoor. Ik voel me daar ook niet in thuis. Maar goed, hebben we een winnaar? Je hebt dus een joker in het spel gezet door daar nog een act in te voeren. Dat maakt het wel... dat geeft je wel weird een plus. Eigenlijk. Ja, ik hoor alleen maar dat ik hier de winnaar ben en dat je het heel moeilijk vindt om Martijn te vertellen wat nu toch even wat minder is. Of zit ik daar dan naast? Ik hoor heel hard iemand heel hard zijn best doen om iemands mening naar zijn kant te trekken. Ik ben YouTube houdt op. Ik ben kunstenaar. Ja, YouTube is zijn einde. Zo, ik dacht dat je nog even. Nee, maar nog even doorgeven. Maar kunst is geen wedstrijd natuurlijk. Dat is waar. Zit er een toekomst op ons te wachten in deze wereld? Nou, die is eigenlijk in het begin gezegd. Hij zou hier niks voor neerleggen. Dus oftewel. Nee. Wij kunnen niet nu zomaar kunst maken en je moet juist doorgaan. Je moet denken, godverdomme, wat is er voor... Geef het niet op, hè. Geef het niet op. Ja, nee, ook niet. Hebben we talent? Wanneer je niet opgeeft, heb je al één talent. Maar ziet u hier talent? Los van het feit of we echt door willen. Als nee, je zie kijkt. Ik nog niet. Nee, oké, nou dat was de vraag. Cool. Yes. Nou, dat zie ik dus ook wel jagen.
We kunnen heel erg ons best doen om de mooiste kunst van de aarde op een canvas te krijgen. Maar wij vallen door de mand. Wij zijn geen kunstenaar. Nee, dat nee. Dat ook nooit worden. Nee, jij vond jou wel eigenlijk initieel het mooist totdat ik deed en het verhaal erbij vertelde. En toen in één keer was dat. Maar uiteindelijk zal u er echt geen euro voor over hebben. Nee. Dus kan je jezelf zomaar voordoen als een of andere kunsttalent voor een kunstexpert? Het antwoord is nee. Nee. Tot volgende week.